we took a little trip along with Colonel Jackson down the mighty Mississippi. We took a little bacon and we took a little beans, and we caught the bloody British in a town in New Orleans. We fired our guns and the British kept a-coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run it on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. We looked down a river and we see the British come, and there must have been 100 of them beating on the drum. They stepped so high and they made the bugles ring. We stood beside our cotton fields and didn't say a thing. We fired our guns and the British kept a-coming. There wasn't a... Het is zaterdag 25 mei. Opnieuw een rondje Spakenburg. Voor de zesde keer organiseerde Lions Club Bunschoten haar schitterende rondje Spakenburg. U weet het, u kunt 7 kilometer, 15, 25, 40. Je leidt naar één dijk, één brug. Hier gaan we de pont over. En je komt weer terug, gezellig vanuit de kantine van loopclub Corvades. Er komen al mensen, die hebben zich al ingeschreven. En ik zal zo even vragen hoe ze het gaan beleven, 40 kilometer. Want dat zijn de eerste die van start gaan. Kijk, dit zijn de eerste die weggaan. 40 kilometer. Waarom kiezen jullie voor de 40 kilometer? Nou, training voor Nijmegen al, dus. Ja? Ja. Waarom hebben jullie bewust voor Spakenburg gekozen? Omdat het niet zo ver van Apeldoorn af is en we hebben hier nog nooit gewandeld. Een keer een andere omgeving lijkt ons erg leuk. Ja. U weet ook dat er in Spakenburg ook nog een emeerloop is. Ze gaan naar de overkant helemaal lopen. Ja. En dat er een boerenbeestenboeldag is in het hart van het Bunschoten. Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Nee. Nou, dan komt u vanzelf tegen. Oké. Ik wens jullie een goede tocht. Dankjewel. Mooi tocht vandaag. Ja. Dankjewel. Doei, doei. Deze meneer is klaar voor de 40 kilometer. Absoluut. En is er dan nog een bepaalde bewuste keuze, 40 kilometer? Trainen voor de 50 in Nijmegen. Oh, je doet ook wel 50? Alsjeblieft. Goeiedag. Ja. En hoe laat denkt u weer terug te zijn? Want 40 kilometer, dat is gemiddeld 5 kilometer. 8 uurtjes lopen, dus reken maar uit. Goeiedag, het is nu al vroeg. Het is net 7 uur. Ja, het is erg vroeg. Dus ik ben om 3 uur terug vanmiddag. Als alles mee zit wel, ja. Ja. Dat is ook heel gezellig in het dorp. Er zijn veel festiviteiten en activiteiten. Ja, ja, we gaan ervan genieten. En volgens mij blijft het nog droog ook. Ik heb droog weer besteld voor vandaag. Dus om 5 uur mag het gaan regenen. Nou, gaat helemaal goed komen. Mooie tocht. Dankjewel. Kijk, weer 3 dappere lopers. Loopsters. U kiest voor 40 kilometer? Ja, 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 ja. Is dat bewust? Ja, nou ja, trainingen. Nijmegen. Oh, allemaal voor Nijmegen. Trainen. Nou, dat wordt een mooie dag vandaag. Ja, ik heb bijna aardig gekeken. Het blijft droog. Nou, zie je wel. Hartstikke goed. Veel plezier vandaag. In 1814 we took a little trip along with Colonel Jackson down the mighty Mississippi. We took a little bacon and we took a little beans, and we caught the bloody British in a town in New Orleans. We fired our guns and the British kept a-coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run it on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. We looked down a river and we see the British come, and there must have been 100 of them beating on the drum. They stepped so high and they made the bugles ring. We stood beside our cotton fields and didn't say a thing. We fired our guns and the British kept a-coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run it on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Old Hickory said we could take them by surprise if we didn't fire muskets till we looked them in the eye. We held our fire till we seen their faces well. Then we opened up our squirrel guns and really gave them well. We fired our guns and the British kept a-coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run it on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Yeah, they ran through the briars and they ran through the brambles and they ran through the bushes where a rabbit couldn't go. They ran so fast that the hounds couldn't catch them on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. We fired our cannon till the barrel melted. Een mooie stempel voor 40 kilometer lopen. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, het gaat heel goed op dit moment. Ja. Ja? Het is prachtig weer eigenlijk. Tenminste, goed weer om te lopen. Ja. U heeft bewust rondje Spakenburg ook uitgekozen? Ja. En waarom? Ja, ik ben hier al een paar keer eerder geweest, ja, ja. En het rondje bevalt goed. Ja. Het is nu wel anders dan ik dacht 2 jaar terug dat ik hier was. Het is iets anders gelopen. Maar wel mooi. Hier naartoe. Bent u ook aan het oefenen voor de Vierdaagse of zo? Of grotere tochten? Ja, ik loop wel de Nijmeegse Vierdaagse. Maar ik loop eigenlijk heel veel, dus het is niet echt een training. En dan is 40 kilometer een peulenschilletje? Nou ja, eigenlijk wel.
Ja. Nou, geniet er nog van. U heeft de stempel te pakken en veel plezier nog vandaag. Dank u wel. Jullie ook. We fought another round. We filled his head with cannonballs and powdered his behind. And when we touched the powder off, the gator lost his mind. We fired our guns and the British kept a-coming. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run in. On down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Roelof, wat ben je hier aan het maken? Dit is een stukje van de Zuidwal. Een fotootje van gemaakt. En dan liggen die schepen die liggen hier allemaal op koers, weet je wel, om eerste te worden. Okay. En dit is het beginstadium natuurlijk dan. Ja, ja, ja. En dan ben ik hier een beetje aan het demonstreren, zo naast mijn kraam. Ben ik even erbij aan het schilderen. Alleen ja, je wordt eerlijk, vaak in gesprek even met de mensen, hè, met de schilderij. Er komt niet zo heel veel van, maar soms ook even rustig is, dan ga ik even verder met het schilderijtje. En moet je nou heel goed kunnen kijken? Of moet je kijken en ook goed kunnen overbrengen? Ik denk dat de combinatie is kijken en overbrengen. En dan ook je eigen fantasie er een beetje in brengen, weet je wel. Niet alle botten zitten precies op. Nee, nee, nee. En het water een beetje soms een andere kleur geven. Of de luchtpartij iets veervoller maken, weet je wel. Goeiedag. Dus, en dit is nog maar een opzet, want straks als hij af is, komt er nog een tweede laag overheen. Ja. En dan ga ik hem helemaal afwerken. Is dat nou moeilijk? Of kan iedereen dat leren? Nee, voor mij is het, gaat het automatisch, maar voor een ander is het dan denk ik heel moeilijk, ja. Ja, ja, ja. Dus, ik hoor wel eens meer zeggen, het is een gave, weet je wel. Ja, ja, ja. Ik denk dat het ook zo is, ja. Maar zelfs heb je het niet meer in de gaten, je begint er gewoon aan. En uiteindelijk komt de handtekening eronder en dan ben je tevreden. Is jouw carrière begonnen op de schilderschool hier? Ik denk het altijd wel, ja. Hey. Daar ben ik mee begonnen, ja. Met de botten. En dus vandaar is het heel langzaam is het verder gegaan. Hè. Nou, even over specialiteiten. Je maakt landschappen, je kan dit heel goed. Is dat ook gelijk jouw specialiteit? Ik doe wel heel veel havengezichten, want ik sta ook in Urk. Daar ben ik vorige week geweest. Kampen, Elburg, Harderwijk. Dus ik zit wel heel veel met havengezichten. Maar in principe schilder ik alles. Landschappen, ook stillevens, portretten. Maar kan ik nou met een mooie foto van mijn schoonmoeder bij jou komen om het te laten natekenen? Dat kan, ik maak hem nog veel mooier, dat is. Oh, dan kom ik zeker. Ja. Dankjewel, Rolf. Down the Mississippi to the Gulf of Mexico. We fired our cannon till the barrel melted down. So we grabbed an alligator and we fought another round. We filled his head with cannonballs and powdered his behind. And when we touched the powder off, the gator lost his mind. We fired our guns. En hier is Stand for Lions. Wat hebben ze allemaal te koop? Heerlijke boterbabbelaars. Dus even vragen hoe het gaat. Ik heb er net eentje in de mond gestopt. Mr. Boterbabbelaar. Mr. Boterbabbelaar. Hallo. Peter Koelewijn. Yes. Hoe is het geregeld met de Spakenburgse boterballen? Loopt het een beetje? Jawel hoor. Ja? Maar het valt niet mee om ze te laten lopen. Nee? Nee. Is er veel vraag naar? Nou, vrij redelijk hoor. Ja? Ja. Redelijk. Ziet u de camera? Ik zie de camera. Ja. En ik zie die twee kerels ook die erachter lopen. Ja. Dat gaat wel voorspoedig, want het is toch uiteindelijk goed weer geworden. Ja, we hebben wat dat betreft hebben we een lotje uit de loterij getrokken. Ja. Schitterend weer, maar ja. Hé, meneer Nagel, kijk eens even, jongen. Wat een voortreffelijke ballen we hebben. Nee, dat is, eet je geen ballen? En we zouden denken van een hamburgertje met een gratis ijsje cadeau vannacht. Met een voortreffelijk uitje. Bruin geboren, wit geschilderd, daarna weer bruin gebakken. Nou staat er achter op je rug een trouwkoe. Wat is nou een trouwkoe? Een trouwkoe is een koe die de mogelijkheid geeft om als vervoer naar een bruiloft te brengen. En het is ook een trouwe koe, dus eigenlijk heeft het een dubbele betekenis. En de bedoeling dat de bruidegom hierop gaat zitten? De bruidegom en de bruid gaan op de koets zitten. Achterin, ja, er hing nog een koets achteraan en die wordt dan getrokken door een koe. Ja, en dat is het speciale voor op die dag. Oké, okay, anders dan een paard? Ja, het is gewoon helemaal unieker. Paarden zijn er heel veel en ik ben hens in Nederland. En is dat dan ook een tamme koe of zo? Hoe moet ik dat zien? Ja, die is ook zo tam geworden door het werk. Ja, ja. En die kleintje is ook een trouwkoe? Nee, die heb ik gewoon voor de mensen meegenomen en dan leert hij ook veel.
Je bent maar één keer 50 jaar getrouwd. Ab en Jenny van Leuzen, ontzettend gefeliciteerd. Dank u zeer. Dank u zeer. Ja. We hebben u heel lief hand in hand op de foto gezien in de Bunschoter. Dat geeft aan dat jullie nog steeds stapelgek zijn op elkaar. Prachtig. En dan roepen ze natuurlijk, dan doen we er nog 50 jaar bij. Nou, dat hoeft nou niet. Nee, we hebben het al goed. We hebben het al goed. 50 jaar is al een hele tijd hoor. Ja. Ja. Was het een mooie dag? Ja, heel mooi. Zonder meer. Met kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen? Nee. We hebben twee kleinzonen. We hebben twee kleinzonen. We hebben twee zonen, twee schoondochters en twee kleinzonen. Mexico.